In Haarlem vindt ons volgende experiment plaats. De acteur van vandaag is de ontzettend knappe Christian. Ja, de moeder van Christian is bang dat haar zoon alleen blijft. Om van haar gezeur af te zijn, heeft Christian gedaan alsof hij een vriendin heeft. Nu heeft hij een probleem. Zijn moeder wil bewijs zien. Een foto van haar zoon met zijn vriendin. Zou je me willen helpen? Waarmee? Ik ben net door mijn moeder gebeld en die lopen een hele tijd te pushen over dat ik een relatie moet nemen. Nu heb ik gezegd dat ik met mijn vriendin in de stad loop, wat niet zo is. Dan zou ik alsjeblieft een foto mogen sturen. Nee. Alsjeblieft, je zou me er zo mee helpen. Eén fotootje. Nee, laat me met u. Zo, dat is duidelijke taal. En toen zei mijn moeder, stuur een foto van haar. En nu schaam ik me, want ik heb gelogen. Maar ik wil heel graag een foto versturen met mijn vriendinnetje. Wil jij een foto met me maken? Tuurlijk, ik doe al mee. Dat vind ik super lief. Ja. Als ik word uitgenodigd? Dan ga je toch mee? Kusje van dan? Dag. Een klein kusje. Nou, eentje. Eentje dan. Oh, stond hij op nog één keer? Sorry. Ja, nog één keer, nee, echt niet. Nog eentje. Super. Je hebt me echt heel erg geholpen. Dank je wel. Dank je, doedoeg. Ik stuur een foto met je vriendin. Maar dat heb ik helemaal niet. Dus wil je alsjeblieft met mij op de foto? Ik ben veel staand. Wel, nee joh. Hoe oud denk je dat ik ben? Volgens mij passen we wel leuk bij elkaar. Ja, denk je? Dat is toch prima? Kijk eens naar me. Je vindt me wel leuk, toch? Weet je hoe oud ik ben? Nee. Maar leeftijd maakt toch niet uit, dat zie je tegenwoordig niet meer. Ik kan van alles aan gedaan worden. Gaan we een fotootje maken? Ja. Ah, top. Daar komt ie. Is dit het spannendst wat je kan? Je moet wel laten zien dat we bij elkaar horen. Je wil me kussen, doe maar. Nee, ga ik niet doen. Een kusje. Ah, nee, ga ik niet doen. Kleintje op mijn wang. Ah, nee. Ik ga weer door. Nou, misschien heeft hij meer kans van slagen bij deze dame. Wil je alsjeblieft met hem op de foto? Sorry. Het is één foto maar. Eén foto, alsjeblieft. Yes. Ja, wil je met hem op de foto? Prima. Je moet wel een beetje meer sexy kijken. Nu lijkt het, ik nu zijn goed we, in sexy kijken. Ja, maar nu is het alsof we gewoon vrienden zijn. Oké, nog eentje met een zoen erbij. Het is te sleazy geworden. Ja, is echt niet oké. Gaat zij hem dit kusje geven, ja of nee? Jongens, toets maar in. Heel moeilijk. En speel verstandig, zou ik zeggen. Klaas, nu moet je gewoon. Nu moet je, hè? Ja? Gaat ze hem dit kusje geven, ja of nee? Laat maar zien. Oh, allebei ja. Klaas voor 9 punten, wat all the ja? way. Klaas denkt dat hij het gaat geven, ja. Dat ze hem gaat geven. Ze begint met nee, dan is het misschien en opeens is het ja. En dan gaat ze ook steeds meer poses met hem aannemen. Dus ze gaat steeds verder over de eigen grens heen. Maar is dat niet heel herkenbaar voor meerdere dames? Oh. Nou, ik moet zeggen, dat is een... Randje. Ja, dames, wil iemand? Ja? Stenen liggen onder uw bank. Nee. Nee, maar... Nee, maar als je in de puberteit zit en je gaat voor het eerst zoenen... en zo heb je allemaal wel eens zo'n situatie als meisje... dat je een goede vriend hebt en dat hij je dan opeens zoent. En de eerste keer ga je daarin mee... en de tweede keer als een jongen dat doet, dan denk je... Ah, deze ken ik. Ik ben je niks verschuldigd. Oké. Hoe kwamen we hier terug? Nou, omdat dit precies hetzelfde is wat die jongen doet. Hij gaat steeds een stapje verder. Heb jij hier iets waar je over wil praten? Ja, ik hoop dus dat ik verlies, zodat ik die therapiesessies krijg. Oké, jij zegt dus, zij gaat om en ze doet dat, dus ze doet dat kusje ook. Ja, ja. Klaas, wat is jouw theorie hierachter? Ik denk ook wel, want ik heb dit soort dingen wel gedaan ook met foute vrienden op straat. En dat je opeens beseft ook hoe makkelijk is als je gewoon een vrouw... Mag ik je telefoonnummer? Misschien is het wel leuk om een keer... dat je gewoon op iemand toestaat en hoeveel vrouwen dat gewoon geven of gewoon doen. Of, ja. Tel je, ik jarenlang zo over straat, oh die vind ik leuk en niemand durft aan te kijken. Wat is het ergste wat jij tijdens foute vrienden hebt moeten doen? Want ik heb het ook wel eens zitten kijken. Ik ben plaatsvervangende schaamte. Nou, ik heb wel eens een in Westerpark in Amsterdam. Moest ik een man, dus een beetje een stoere gast, een of andere Antilliaan die echt zo, nou, moest ik zeggen, het is zo warm hier, het is zo ontzettend warm. Heb je het ook zo warm? Ja, ik heb warm. Ja. Zo warm, ik heb mijn slipje gewoon al uitgedaan. Dat moest ik zeggen. Maar hij haalde bijna meteen uit, gewoon echt, het was meteen, ja. Wat zei hij? Hij zei, jij beter nu snel gaan rennen. Dat zei hij tegen. Jij beter nu snel gaan rennen. Nou, dit is een iets andere situatie. Dit gaat om een kusje, maar jullie denken in ieder geval allebei, ja, oké, dat kusje, dat krijgt hij. Nee, je moet wel een beetje meer sexy kijken. Nu lijkt het, ik nu ben zijn goed wel, in sexy ja, maar kijken, nu is het alsof we gewoon vrienden zijn. Oké, nog eentje met een zoen erbij. Je bent echt heel erg. Kusje. Nou, alsjeblieft.
Super. Heel erg bedankt. Ja, gedaan. Oh. Die is slecht, hè? Ja, hey. Echt te draaien. Oh. Hey, ook gewoon voor de deur, hè? Voor de huis. Hoe eng, hoe creepy. Ja, ik vind dat draaien met je hoofd wel heel erg sneaky. Maar goed.